Wientje even uit de running ligt. Dus vandaar dat Xanthe moet aantreden. Les. Ja, echt. Goedemiddag allemaal. Hoi. Welkom terug. Daar zijn we weer. Welke streek kom jij op eens uit? Nee, we moeten gewoon wel Limburgs doen, dat klopt. Even zien, wij hebben vandaag de eerste dressuurles met Xanthe. Omdat Bientje heel even uit de running ligt. Die is even bij de osteopaat geweest. Zijn zadel werd hem iets... hij was een beetje te veel gegroeid. Hij is een beetje te veel in bespiering gegroeid, ja. Dus die is even terug naar de fabriek. Die krijg ik als het goed is over 5 weken zoiets terug. Dus die is even bij de osteopaat geweest. Rijdt nu even met de oude Wintec. Dus vandaar dat Xanthe moet aantreden in de les. Zin in. We hebben over 2 weken wedstrijd. Dus ja. Ik kan ook wel even wat lesjes gebruiken om even weer alle puntjes op de i te zetten. Ja. Voor zijn B-proefjes, zo schattig. Ja, daar gaan we. Het stapt goed en het stapt goed over, maar het toont een beetje luider in. Ja. Dus dan moet je nog net voor dat puntje extra te krijgen. Kijk, en dan geef je been, dan gaat hij actief, maar dan komt hij met de kop een beetje omhoog. Dus je moet wel over de rug dan blijven stappen als hij actief is. Ja, nog zakken in die hals. Goed. Nog actiever, ja. Doe je zomaar over de diagonaal stappen. En als je voelt dat die kop zo'n beetje omhoog komt, dan is een klein beetje denken aan wijken. Niet echt helemaal wijken, maar dat hij wel weg wilt van één been. Ja, zo. En dat hij toch nog meer ruimte pakt. Kijk, want nu is hij actief, maar dan wordt hij haastig. Je moet zijn passen willen afmaken. Ja. Zo, voilà. Dit. Zo. Heel knap. Daar moet je echt heel goed op trainen, want dat is gewoon punten pakken op wedstrijd. En dan moet je net nog iets die voorbenen wat ruimer willen zetten, want dan wordt het zo kort in de pasjes. Oh, moet je al nesten. Het was vroeg. Dat is goed. Hier net hetzelfde een beetje als in die stap, hè. Klein beetje meer weg van je binnenbeen, dat hij iets meer loslaat in zijn lichaam, want die blijft gewoon vasthouden in zijn bovenlijf. Ja, en daardoor blijven die voorbeentjes een beetje kort lopen. Dan moet hij leren ruimer gaan lopen, want die achterbenen zijn goed genoeg. Zo, even hier maar op de cirkel zo. En die lengte mag die houden, maar weg van je binnenbeen. Ja, daar, dat is goed. Ja, beter. Dat is goed, weg van je binnenbeen, zo. Goed, nog iets meer buigen. Nog meer weg van de binnenbeen. Ja, hij moet niet per se rapper gaan. Maar hij moet zijn passen leren afmaken. Daar. Zo. En hier nog net iets buigen. Goed. En goed opletten, want daar komt hij dan wel duwen met die neus. Maar komt hij eigenlijk een beetje hangen in plaats van mooi over die bovenlijn te blijven. Daar. Zo. Hij moet zich in deze hals ook nog wel zelf dragen. Heeft hij toch zijn moeder voor? Ja. Kan hem toch vasthouden? Die moet hij me vasthouden. Kleine baby. Goed. Daar, weg van je binnenbeen. Zo, dat is goed. Daar opvangen op die buitenkant. Zo. Dat is goed. Zo, van hand veranderen. En rechtsom op zitten. Goed, weg van je binnenbeen. Hier weer op de cirkel en ze echt plooien rond de binnenbeen. Goed, weg van de binnenbeen. Goed. Nog. Ja, daar. Dat is goed. Dat is goed. Niet te haast laten graven. Dat is een beetje het moeilijke omdat hij dan wel lui is, denk je, op vooruit, maar dan gaat hij haastig gaan lopen. En moet leren de passen groter maken. Zo. Ja, dit. Dat is goed. En nu weg van je binnenbeen. Er zit een heel dun lijntje bij hem. Ja. Pak je teels maar net iets korter, dat hij zichzelf al iets meer wil dragen. Voordat hij denkt dat dit het leven is. Ja, dat is ook goed. Dat kan hij dan een beetje op. Oh, dat is oké. Goed. Ja? Ja, doorvragen, doorvragen. Gewoon rustig doorvragen. En met je been eraan blijven. Voilà, zo. Voilà, en dan weer zacht zo mee. Nee, grote paardendag vandaag.
is goed. Zo, net, weer net iets meer buigen. Ja, daar. En dan zacht ze met je hand. Dat is goed. Goed. Oké, nu komt u wel weg van uw binnenbeen, maar dan zwaait u die kont weer uit, hè? Ja. Dus probeer dan toch nog net iets recht te houden. Hij moet wel weg van uw binnenbeen, maar probeer dan uw buitenbeen iets aan te houden. Goed. Nog net iets meer doorbuigen. Buitenbeen, buiten, tegel eraan. Dat is niks, dat is niks. Goed. Goed. Gewoon rustig blijven doorvragen. Goed. Ja, zodra je naar zijn lijf komt, komt dat die. Ja. Help mij. Ja. Probeer dan net op die open zijde van de cirkel iets te denken met je twee handen naar binnen toe. Gewoon een beetje zo. Ja. Dat hij daar niet, want anders heeft hij wel de muur en dan loopt hij netjes, maar die open zijde is. Ja, voilà. En dan inderdaad wordt het moeilijk als je zo wilt aangalopperen, dan kan die alle kanten uit. Dan moet je net iets meer tussen blijven. Zo. Dat is goed. Zo, even een slag volgen. Goed, niet laten hangen daar. Ja. Goed, nog net iets meer buigen. Voilà, dat is netjes. Buitengel erbij. Goed. Goed. Dat is heel netjes zo. Dan stabiel houden. Zo weer van hand veranderen. Dat is goed. Weer van die hokken gebruik maken voor weg van de binnenbeen te houden. Ja, ja, ja. Goed. Kijk, want dat vindt hij moeilijk. Zo. Zo op de cirkel. Goed. Nog net iets doorbuigen. Ja, daar. En zacht ze met je hand. Oh. Weer iets doorbuigen. Ja, en zacht ze met je hand. Daar moet hij alleen blijven lopen. Zo. Dat is goed. En zo maak maar overgangen de stappen weer naar eraf toe. Goed, niet laten hangen, niet laten hangen, goed. Want het duikt er een beetje in voor naar die stap toe te gaan. Hè? Je moet, ja, moet dan net iets meer de tijd pakken voor die overgang te maken, dat hij op zijn kont gaat zitten. Dat hij eerst gaat sluiten, sluiten, sluiten. En dat hij met de kop omhoog blijft. Zo, ben net iets meer laten dragen. Dat is goed, net iets buigen. Goed, voilà, dat is super. Goed, weer net iets buigen. Zo weer een stap, maar echt denken, eerst op die kont gaan zetten, maakt niet uit hoe lang dat duurt, hè. Maar je moet van die kop af blijven, goed, 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 ja, beter, voilà. En daar echt heel goed op focussen dat je elke keer die overgang zo maakt. Dat dat voor hem een gewoonte wordt van weer op die kont en de kop omhoog. Zo, dat is goed. Kan die goed dat eentje, hè? Ja, ja, hij is flink. Wat die andere moeite. Ja, over 2 weken was boy helemaal niet zo. Dat kan die zelf niet meer. Laten we nu aan de eenvoudige gaan beginnen. Ja. Dat is goed. Ja, daar. Graag. Heel beter. Heel knap. Daar ga je echt op moeten oefenen bij hem, dat hij die kop zelf draagt. Ja, waar ik met die andere juist dwing ga omlaag. Ja, dan moet je bij deze omgekeerd. Ja, ja, dat heb ik liever dat hij daar naar boven toe een beetje wringt dan dat hij echt gaat duiken. Ja. Dat is goed, laat hem hier maar even lang. Dat is goed. Daar lengte krijgen, lengte, lengte. Ja, deze passen voel je. Ja. Nu pak de grotere passen van voor. En dan moet hij ook in draf leren. Ja. Dus dat is een beetje moeilijk wat hij zegt. Als je hem helemaal loslaat, doet hij het wel, maar ja, hij moet natuurlijk hier blijven. Ja. Nu pak je mooie grote passen. Kijk, ja, echt. Gelukstreffer. Gewoon een gelukstreffer. Ja, buiten erbij. Goed. Goed, dit is goed. Zijn hoofd. Daar is beter. Oh, weer laten dragen. Goed. Zo. Blijf losmaken in die hals. Goed, wat is dat? Oh, dat is niks. Gewoon weer eerst. Dat is perfect, want dan kun je het nu mis laten gaan. Ja, als ik hem loslaat, denkt hij ook, kan hij maar lopen, help mij. Weer even gaan sluiten.
Kleine braven, kleine braven. Goed. Vandaag gaat het weer aangaloppieren. Goed. Ja, dat is gewoon een probleem, denk ik. Ja, dat dacht ik wel. Je moet hem eigenlijk nu een tijdje gaan sluiten in draf en van daaruit aangaloppieren. Ja, ja. Ja, en dan valt hij over die schouder en dan ja, kan hij alle kanten op. Zo. Kan, kan. Ja, goed zo. Buitenteel. Goed. Net een tikje meer ritme. Oké, je mag niet te hard gaan, maar je kan die galop anders nog niet aan. Zo. Dat is goed. Buitenteel erbij. Heel goed. Daar weer cirkel maken. Goed. Ja, voilà. Dat is prima. Dat is goed. Weer op slag volgen. Maar niet langer laten worden. Je mag wel doorgalopperen, maar je mag niet langer worden. Zo. Goed, weg van je binnenbeen. Ja, en net achter die kaak een beetje losser maken. Goed. Ja. Goed, kop omhoog. Goed. Nog net iets meer achter die kaak buigen. En dan binnenbeen. Ja, hij begint nu een beetje te hangen daar. Hè. Ja, braaf. Goed. Ja, daar. En dan zacht. Nu weer kop omhoog. Nog net iets, als je zo'n snoksje geeft in de mond, net iets sneller en korter. En dan alleen laten. Niet denken dan direct terug vastpakken, want dan komt hij gewoon weer hangen. Ja. Jawel. Dat is niet. Ja, voilà. Goed. Goed. En dan oké, als hij overreageert met die kop, dan niet kwaad worden of zo. Dan gewoon. Ja. Hij weet gewoon niet naar waar dat hij naartoe moet. Ja, voilà. Iets buigen weer achter die kaak. Ja, daar. Goed. Zo, en dan doen we weer net hetzelfde. Een beetje sluiten en eraf. Ja, net deze kant iets meer tussen je twee teugels houden, maar niet vasthouden. Zo. Want hier wilt hij een beetje gaan zwalpen. Goed. Goed. En dan weer normaal draven. Kop omhoog. Kop omhoog. Ja, daar. Ja, ja. Hij probeert wel de juiste richting te zoeken. Goed. Goed. En weer normaal draven. Kop omhoog. Zeker als hij dan weer naar de normale draaf gaat, niet langer laten worden. Goed. En weer sluiten. Ja, dat is niks. Goed, goed. En dan weer doordraven. Ja, goed. Dat is beter. En weer sluiten. Ja. Goed, en weer sluiten. Buitengel erbij. Actief. Kap, kap. Ja, goed. Goed, buitengel. Ja, goed. Je hoeft niet bijna de draad in. Ik ga erbij, doei! En we sluiten. Actief in de sluiter houden. Ja, net iets meer achter die kaak losmaken en buitenteel erbij. Goed, buigen. Ja, goed. En zo aangaloppieren. Goed. Ja, ik zie helemaal het probleem hier van het slecht aangaloppieren. Wat praat je? Ja. Je weet niet hoe dat moet. Hoppakee, je kan verder. Goed, hier niet te lang in laten. Want hier wil hij een heel zijn lijf lang worden. Rechtsom is een beetje moeilijk voor hem. Goed, cirkel maken. Goed, niet lang laten worden. Goed, goed. Ja, net achter de kaak weer losmaken, dat is goed. En zo weer hoefslag volgen. Niet langer laten. Goed, buiten wel erbij. Ja, en dan weer cirkel maken. Dat is goed, dat is goed. Dat is goed, buiten wel erbij. Goed. Bij elkaar houden, bij elkaar. Even denken aan een beetje verzamelen, we zien dat hij er niet uitvalt, hè. Goed. Goed. Ja. Voilà.
En dan weer normaal galopperen. Oeh, dat vindt hij heel moeilijk. Hij wil het liefst een zweepje op de billen. Ja. Goed. Buitentugel. En weer. Kom, kom, been, 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 been. Buitentugel. Buitentugel, buitentugel, buitentugel. Ja, ja, ertussen houden, ertussen houden. Goed, buitentugel erbij. Even aan je been zetten. Goed, nu weer verzamelen. Oh. Goed, nog net iets verzamelen. Goed. Beetje buigen, beetje buigen. Ja, en galop. Goed. Ja, echt. Ik zei nog maar galop en die deed het allemaal zelf. Goed, ja, dit is eigenlijk netjes. Maar dan gaat hij eens op het randje van de ruiten vallen. Ga been, 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 been. Is die moe? Hij is zo trots op zichzelf. Diagonaal andere kant. Ertussen houden, ertussen houden. Ertussen. Ja, goed. Nu even doorbuigen links. Niet harder. Dat mag niet zijn tempo bepalen. Doorbuigen links. Goed. Nog doorbuigen links. Weer diagonaal. Nog doorbuigen. Nog doorbuigen. Nog. Ja, goed. Buitentuil erbij houden. Goed. Links houden. Links houden. Ja, goed. Oeh, dat vind ik heel mooi. Goed. Ja, zegt goed. Ja, dan gaan we al schoon naar binnen maken, jongens. Ja. Nu rechts, hoor. Ja, maar wel die link, dat linker gevoel blijven houden. En moet reageren op die buitentuil. Want daar is je probleem. Als hij dat negeert, dan gaat hij gewoon in welke galop dat hij maar wilt. Buitentuil. Buitentuil, buitentuil. Jij blijft doordoen. Vooruit denken. Als hij zo scheef begint te lopen, moet jij rechtdoor denken. Goed. Niet denken, ik moet blijven draaien, draaien, want dan gaat hij gewoon nog schever en doet hij wat dat hij wilt. Goed. Goed. Ja, voilà. Voilà. En nu galop. Nee, buitentuil, 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 nog buitentuil, nog buitentuil. Ja, goed. Goed. Ertussen houden. Buitentuil, buitentuil. Goed. Vooruit, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Goed, braaf, voilà. Voilà. Probeer daar maar eens aan te galopperen. Nee, terug. Ja, goed, doordoen, doordoen. Goed, braaf. Goed zo. Voilà. Nu blijf denken aan die buitentuil. Goed. Goed. Braaf. En je ziet dat hij er niet uitvalt, hè, want dan moet je echt met zweep komen. Hè. Goed. Dit is goed. Niet langer laten. Goed. Goed. Niet te lang laten. Ja, doe een cirkel. Niet te veel rechtdoor blijven gaan met hem. Altijd zo cirkel maken, rechtdoor. Cirkel maken, rechtdoor. Goed. Blijven draaien. Kap. Kap, kap, kap. Been. Goed. En dan weer rechtdoor nu. Goed. En als hij een beetje moe is op het einde en je moet wat harder galopperen voor erin te houden, dat is ook geen probleem. Goed. Niet dus. En weer cirkel en zien dat hij erin blijft, hè? Kap. Kap. Ja, goed. En nu naar draf toe gaan. Ja. Oh. Zo. Draven, 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 draven. Kap, kap. Keihard die lijn op. Goed. Ja, daar goed mee oppassen, hè? Want nu wil hij eigenlijk al bijna een stap toe gaan. Ja. Wat dan leuk is dat hij dat kan, maar hij moet alleen maar doen als jij het vraagt. Diagonaal. Ja, ja goed. Tussen die twee teugels houden. Ik ga het wel goed slaan, zie je? Goed. Moet je blijven dragen. Kap, kap, kap. Nog, been, been. Ja, dit. Oh, ik kan toch een beetje verruimen met de voorbeentjes. Een beetje verzamelen. En galop. Goed, braaf. Goed. Net iets actiever. Goed. Buitentuil erbij. Dat is goed. Dat is goed. Zichzelf laten dragen.
Goed. Goed. Moet slecht volgen. Buiten, buiten. Ja, goed. Naar rechtdoor. Oh, oh. Kap. Ja, goed gedaan. Super. Niet langer laten. Ja, goed. Goed. Buiten erbij. Kap, kap, kap. Goed. Ja, cirkel maken. Dan op de korte zijde naar eraf toe gaan. Daar naar... Nee, daar, bij A. Ja. Goed, rechtdoor. Kap, draven, 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 kap. Ja, dit is goed. Zo. Goed. De gaspedaal gevonden, jongens. Ja, die moe en dan gaat helemaal hangen. Ja, hij gaat onder zo'n duikboog doen, ja. Goed gedaan. Maar daar kan je wel, ik zou voor de rest niet verruimen in draf. Behalve als je zoiets goed gegalopeerd hebt, dan ga je op de korte zijde naar draf en dan kan je de lange zijde eens doordraven. Je mag niet stoppen met lopen. Ja, en dan, na het galopperen, dan zijn ze altijd een beetje ruimer. En ja. Dan gaat de, gaat hij dat wel leren. Maar als je voelt en begint korter, dan direct hup terugpakken. Niet ja. Denk ik, duw nog eens door en het komt wel, want dat gaat niet komen bij hem dan. Nee. Nee, hij heeft echt zo van, als ik het plan ben, ben ik het plan. Nee, maar ik denk dat, ja daar, zo zijn we niet. Maar ik zal met hem dan, als je rijdt, vroeger, ja, een beetje losdraven en dan al beginnen werken aan de galop. Ja, dus gewoon vrij goed, ja. Want anders is hij te moe, want ja, dat juist galopeer je super netjes aan, dan is hij ja. Moe, dan gaat hij wringen en dan wordt dan het moeilijker. Doen, ja. Maar dan moet je wel even doorzetten, zoals we nu hebben gedaan, dat het toch nog goed komt. Ja. Hij moet dat wel leren. En oké, dat juiste galop was beter. Nu moet hij een beetje groter, omdat hij moe is en dan kan hij niet meer. Maar dat mag je wel blijven doen. Ik zou veel galopperen. Ja. Dat hij conditie krijgt. Nou, ik had bijna traantjes in mijn oogjes na de les. Nee, alle gekheid. Het ging echt heel goed, vond ik. Echt heel goed. Het was echt super braaf. Op een gegeven moment ging hij een beetje meh doen, maar... Ja, wat was hij moe? Ja, ik ben ook wel eens moe. Ik ging van galop naar halt. Ja, dus nog die laat ik dit even zien. Misschien vindt ze dat oké. Nee, je moet doorgalopperen. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Als jullie dit vaker willen zien, let us know. Maar augustus hebben we weer 1, 2, 3 wedstrijddagen op de planning staan. September nog één, oktober nog één, november nog één. Dus de wedstrijdvideo's komen back. En ja, als jullie verder nog iets willen zien. Laten we...